Yo, ik weet, geloof is zwart-wit, maar een glaasje rode wijn voor de gecultureerde man moet wel kunnen, toch? Ga niet doen alsof ik niet ambulant ben. You know I'm a black boy. NL heeft je hulp nodig, man, spoed thuis. Er is een stemloket om de hoek in je wijk. Toch ga je niet, want je bent te beroerd. Eerst Zwarte Piet, nu gebedsoproep. Polarisatie. Ik word er echt moe van. Dezelfde buitenlanders die je haat zijn in een land cool. Hoe dan? De haatcultuur is hier niet in een land van afkomst. Samen gecreëerd zorgt dat je er samen van afkomt. Nederlandse haters zo van lul rijdt door. Buitenlanders doen door een schapje bovenop. Ze zeggen allemaal buitenlanders op opsporing verzorgd. Maar meeste moord op de weg wordt gepleegd. De blank op weg naar kantoor. Krijgt het goed gaand, komt de politiek verstieren. Plank tegen plank, dat zijn de antipieten. Die ezels van het links, dat zijn de grootste groep. Twee Marokkaanse burgemeesters in een land is nog geen invloed. Wederzijds respect, alles ging goed. Iedereen die zijn geloof uitoefent, komt iemand met gebedsoproep. En terug is die onderlinge haat. En de beschaving is er ver te zoeken. Het zijn een paar dwazen die dit veroorzaken. Als je de wereld ziet als een land, is Nederland een gekhuis in het land. En daarbuiten zijn ze normaal, dat is het buitenland. Ik vertel mijn vrienden daar wel eens over linkse politici die protesteren. In gekleurde boerka's, twee vliegen in één klap tegen de boerkawet. En namens die lui van de LGBTQRZ. En zo van wat doen ze nou allemaal in Nederland? En linkse media maakt van transgenders idolen. Ze maken zichzelf kapot en hebben jonge volgers. Dat is je helpt niet en bemoedigen helpt niet. Wat dacht je van therapie, medicatie? Een ziek jongetje ombouwt naar vrouw is geen behandeling. Maar verdienmodel misschien. In de tussentijd zitten er zieke mensen te wachten op een operatie. Weet je, geef ze allebei de hulp die ze verdienen. Mijn slavernij was super lijp. Maar moeten mensen die het niet hebben gedaan aan mensen die niks hebben meegemaakt een excuus aanbieden? Wilders moet af en toe zijn ei kwijt over Marokkanen. Super lullig, links wil ons allemaal kapot maken. Dus het is Wilders die af en toe zegt fuck you. Of we worden geneukt door die grote lul EU. Links runt Nederland en het is niet vreemd. Ze zijn manipulatief en er wordt altijd gevreemd. Big baller, tank on dikke, dunne. Spreek me uit tegen rappers, Rutte. We mogen uitgestorven ras plunderaars niet kwetsen. Moorkoppen, fuck your politics dit jaar pak. Moorkoppen, balling, hou van die dikke, dunne. Net als onderdrukken, ik laat ze bukken. B, je moet niet voor boys gaan die op mij lijken. Maar voor boys die op mij lijken. Als je telly hebt en bereikt hebt, dan pers ik je af om te subscriben.